Allemaal leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog van mij. Ik wil even mijn vlog even vandaag anders openen, want ik zat vandaag in een nieuwe challenge. Dus vanaf vandaag zien jullie mij elke dag om 8 uur op dit YouTube kanaal. Ik wou het eigenlijk nog iets anders doen, iets erbij doen. Bijvoorbeeld elke dag sporten of zo, maar dat vond ik een beetje overdreven. Dus ik maak het een beetje mezelf wat makkelijker. Zo, ik kom echt niet aan mijn woorden gewoon. En de challenge is pas volbracht als ze het echt elke dag doet. Jongens, veel kijkplezier en nu start gewoon even een nieuwe vlog. Een hele goede morgen. Het is vandaag. Welke dag? Donderdag. En ik moet Nessie even brengen naar de Schiphol. We zijn even vroeg wakker geworden. Alle Mari daarom. Ja, we zijn echt allebei kapot. Maar we gaan naar Schiphol. Ik ga hem even wegbrengen, want waar ga je naartoe? Ik ga naar Frankrijk. Hij gaat naar Frankrijk, hij gaat skiën. Ik ga op skivakantie. Hij had geen idee wat hij in moet pakken. Hij heeft me allemaal dingen meegenomen. Zijn koffers mee. Zijn dunste jas meegenomen. Ik denk dat het hem niet gaat worden, man. Maar ik heb wel skijas meegenomen. Ja? Maar ik weet alleen niet of ik een windjas had moeten meenemen. Ik ben echt benieuwd of je het leuk gaat vinden. Ik ook. Nou, wij gaan snel rijden. Doei. Wij zijn aangekomen bij Schiphol. Ik ga hem zo erg missen. Ik ga hem echt missen. I love you. Love you, Annie. Ik bel jou als ik aankom, ja? Zet hem op en geen ongeluk, hè? Nee, inshallah. Goed skiën. Love you, hè? Love you, Nini. Bye. Zwaai naar mij. Zwaai. Ik ben inmiddels onderweg naar huis. Ik heb even Nessie afgezet. Ik vind het echt heel jammer dat hij weggaat. Hij gaat nu 2-3 dagen weg. Dus dan ben ik weer even alleen. Ik ben nu trouwens nog niet alleen, want ik heb nog steeds bezoek. En gisteravond is ook mijn schoonzus gekomen. En de verbouwing is nog steeds bezig. Ik ga nu even weer terug naar huis. Even mijn schoonzus en schoonmoeder ophalen. En dan gaan we even gewoon Rotterdam in. Even kijken wat we gaan doen. Even misschien ergens wat eten. Een beetje Rotterdam laten zien aan hun. En dan gaan ze waarschijnlijk in de middag al weg. Want het is best wel vroeg nog. En dan ben ik alleen. En dan moet ik even heel veel gaan editen. Ik heb gisteren niet kunnen uploaden terwijl ik wel had geëdit. Mijn computer deed gewoon fucking raar en ik snapte het gewoon niet. En ze heeft gelukkig gisteren nog even gefixt voor mij, zodat ik vandaag nog even aan het werk kan. Dus dat is een beetje de planning van vandaag. Verder ben ik echt gewoon lijkbleek. Het komt omdat ik me ten eerste niet lekker voel en ten tweede ben ik gewoon bleek. Ik denk dat ik echt vanavond misschien ook een zonnebank ga pakken ofzo. Ik ben net thuis. Mijn bezoek is net weggegaan. Ik heb eigenlijk een hele dag gechillen met mijn schoonmoeder en schoonzus. Het was echt super gezellig. We hebben echt samen lekker even gegeten en geshopt. En ik ben ook hartstikke geslaagd. Tenminste, bij de rituals heb ik echt zoveel leuke dingetjes gekocht. En wij gingen er eigenlijk alleen maar heen om zo'n car parfum te halen voor de auto. En toen eindigde ik met allemaal andere dingen. Ik heb namelijk dit gekocht. Oké, ik was dus bij de rituals en toen was ik bij een afdeling. Dan hadden ze allemaal zulke mooie potjes met dagcremes, nachtcremes, olie, van alles en nog wat. En ik vond die potjes gewoon echt zo mooi dat ik gewoon de dagcreme gewoon wou halen voor het potje zelf. En toen zei die medewerker van, nou ja, wij verkopen die potjes eigenlijk ook gewoon apart. Voor reizen en zo. Toen dacht ik, nou ja, oké, prima. En dat zijn dus deze potjes van de Rituals. Kijk, en ik heb hier 3 van gehaald. Als je dus hier een dagcreme of een nachtcreme van haalt, dan kost die dus 30 euro. Maar je kunt dus zo'n potje halen voor reizen. En dan kost die 3,90 euro. Ik vind het echt zo cute. Eerlijk. En hier kan je gewoon je eigen crème in doen. Want ik heb gewoon eigenlijk mijn eigen crème. Die doe ik dan gewoon hierin. En dan heb ik echt heel mooie potjes voor in de badkamer. Nou ja, op dezelfde afdeling heb je ook, had je ook een olie. En die had mijn schoonzus op haar hand uitgeprobeerd. En toen werd haar hand echt gelijk super zacht. Dat is deze olie. En ik heb dus anti-aging gekozen. Vraag me niet waarom. Ik vind dat ik dat nodig heb. Die medewerker zei ook van, ja, ik denk dat je eerder die andere moet pakken. Maar ik denk van, waarom? Ik vind gewoon dat ik nu wel een anti-aging kan beginnen, toch? En die olie, wat ik heel erg belangrijk vind, is dus parfumvrij, parabeenvrij. Is gewoon een natuurlijke product. Dus daarom ben ik er eigenlijk voor gegaan. Ik zou niet zo snel ergens een olie kopen. Maar alleen als die echt natuurlijk is of zo. En ik vond deze verpakking ook echt super cute. Kijk. Dit is de olie.
Ik denk dat ik hier echt heel erg blij mee ga zijn. En kijk, dit past ook een beetje bij elkaar. Dan heb je echt een heel leuk setje voor in de badkamer. Ik was gewoon gelijk verkocht. Ik wil echt helemaal niks halen bij Rituals. En Dina gaat mij nu weer storen. Ga weg! Ga weg! Ik wil echt helemaal niks halen met de Rituals. Maar toen zag ik dit zo echt even serieus. Het ziet er toch allemaal vet mooi uit. Ik heb het autogeurtje net gevonden in een andere tas. Dat is dus deze. Hij ruikt echt zo lekker. En ik heb een refill gekocht. Want ik had hem al in mijn auto. Alleen met een ander geurtje. Dus ik heb een refill gekocht hiervan. Dan krijg je dus 2 voor 12 euro. Dus eigenlijk. Even kijken. 5,5 euro per stuk. En ik ben ook bij de Primark geweest. Heb ik weer van die halve sokjes gekocht. Super handig. En bij de kruidvat kocht ik gehaald een bronzer. Want die mis ik in mijn leven met mijn blanke huid. Lenzenvloeistof en ibuprofen. Dat was het. Ik heb trouwens deze bloemen gekregen van mijn schoonzus. Echt zo cute. Maar ik had dus geen vaas meer. En toen hebben we dit eronder gedaan. Even een stuk. Laatst toch van die opbergpakjes gekocht van Action. Dus die heb ik net gevuld met mijn koffiepads. Dat ga ik nu zo in mijn kast doen. Oh mijn god, kijk hoe schattig. Ik heb met 1 potje gevuld met crème. Zo cute. In deze potje heb ik dus een scrub gedaan voor mijn gezicht. Oh, het is echt zo cute. En in de laatste doe ik er gewoon even een serum. Zo, ik ben aan het editen. En Dina is me aan het helpen blijkbaar. Ik wist echt niet dat ik moest eten, dus ik heb maar gewoon asperges gemaakt. Ik had hier zoveel zin in. Ik ben klaar met editen en ik kijk nu naar een vlog van Masha. Echt leuk. Maar ik heb nog steeds trek. En ik ga denk ik even een salade maken voor aubergine. Ik heb hier zoveel zin in. Wat ik trouwens nog wou zeggen is sorry voor deze vage vlog. Ik weet dat het een beetje anders is dan mijn andere vlogs. Een beetje vaag. Gisteren heb ik wat gevlogd en vandaag heb ik wat gevlogd. Maar ja, ik wou het eigenlijk heel graag doorpakken met mijn dagelijkse vlogs. Maar ja, de challenge is behaald en ik wil gewoon een nieuwe challenge aankondigen. Nou, dit is eigenlijk het enige wat je nodig hebt voor deze salade. We gaan de aubergine een beetje bakken. Daarnaast heb je nodig tomaatjes, ui, citroen. Oh ja, wat mis ik? Peterselie, zoutpeper, that's it. Zo, mijn salade is klaar. Ik heb hier echt zoveel zin in. Ik lig inmiddels al een tijdje op deze heerlijke bank. Die salade was trouwens echt super lekker. Ik heb er echt van genoten. Ik heb net een beetje lopen facetimen met Nassim. Ik weet niet of ik het al heb verteld, maar Nassim is dus in Frankrijk voor een samenwerking. Ja, campagne eigenlijk. En hij gaat daar dus skiën. Ik ga helemaal stuk. Want in het begin wou hij eigenlijk dat ik meeging met hem, want hij mocht met iemand daar naartoe gaan. Maar ja, even serieus. Ik kan niet skiën. Ik heb al wel eens eerder geskiet. En dat was echt een ramp. En uiteindelijk zat ik gewoon te kijken. En was Nessim alleen aan het skiën. Dus ik denk van ja, wat moet ik daar nou doen? Weet je wel. Dus hij is daar alleen naartoe gegaan. En hij voelde zich helemaal alleen. Bla bla bla. Maar ja, nu heeft hij het wel weer naar zijn zin. Dat had ik al wel verwacht van Nessim. Nu heeft het altijd wel naar zijn zin. Even kijken. Ja, dat was het. Ik heb met Nessim gesproken. Ik ben blij dat ik met hem gesproken. Maar ik ga denk ik echt zo heel vroeg naar bed. Ik ben zo kapot. Oh mijn god. En deze wimpers kunnen echt niet meer. Ja. Weet je, wat ook altijd zo is bij mij. Als Nessim weggaat, denk ik van nou ja. Ik heb hem dus vanochtend weggebracht. Toen kwam ik terug. Toen besefte ik het niet. Tot ik dus nu op de bank zit. En denk van shit. Ik ben alleen. En dan mis ik hem gelijk altijd zo erg. Maar ik ben dus echt nog 2-3 dagen alleen. En ik zit nu altijd te denken van gadver, ik moet straks alleen slapen in bed. En morgen weer en overmorgen weer. En dan denk ik van ah. Ik ben ook niet zo iemand die bij een ander moet slapen of zo. Want ik vind mijn eigen huis ook echt super fijn. Ik ga plassen. Ik heb net even mijn gezicht gereinigd. Mijn wimpers proberen uit te komen, maar dat lukt echt niet meer. Ik moet gewoon echt even nodig opvullen, corrigeren. En ik heb dus mijn nieuwe olie opgedaan. En mijn huid voelt echt zo lekker aan. Niet normaal. Heerlijk. Ik heb echt totaal geen spijt van mijn aankopen. Toen ik naar huis kwam dacht ik, wat de fuck heb ik nou weer gekocht? Ik had het helemaal niet nodig. En nu denk ik van, ja, het was het wel waard, man.
Ja, ik hoop dat jullie deze vlog een beetje leuk vinden. Want ik ga deze vlog nu afsluiten. Deze vlog is echt cute. En dan zie ik jullie gewoon morgen weer. Doeg!